Vandaag zijn we bezig in het kader van Eid al-Adha hier vlees te verwerken op dit moment. Dat is inderdaad zo dat er een hele verandering te merken is en dat is veroorzaakt door het coronapandemie. We weten ook dat in Suriname vanwege de enorme verspreiding van coronavirus de overheid over is gegaan tot verscherpte maatregelen. Wij als gemeente hebben besloten om als onderdeel van de religie ook de regels van de overheid te respecteren. Er zijn een heleboel moskeeën die zelfs besloten hebben om helemaal niet tot slachting over te gaan. Dus ze slachten helemaal geen dieren. Vandaag totaal afzien van Eid al-Adha, zeg maar. Wij hebben besloten om gedeeltelijk toch te doen. Alhoewel we hier in een kleine, zeer kleine groep aan het werken zijn, hebben we toch met elkaar afgesproken social distance in acht nemen, hand sanitizer gebruiken, constant handen wassen, iedereen moet een mondkap op. Ondanks al deze maatregelen blijf je toch huiveren. Dat gevaar kan overal schuilen en vanuit elke hoekje kan dat gevaar komen. Je blijft alert, je blijft toch op je hoede om zoveel als mogelijk de regels in acht te nemen, zodat je jezelf en ook anderen niet in gevaar brengt. Dus, en dat stresst je wel, hè? Want soms kan je niet onderuit, want daar waar vlees gekapt wordt, één persoon moet houden, andere persoon moet snijden, daar kan je anderhalf meter afstand niet in acht nemen. Maar we proberen toch met al deze maatregelen dat te beperken tot het minimum. Kijk, het is niet vervelend direct. Alleen is het genot van het gebeuren nu uitgebleven. Want het is een belevenis om te komen slachten, te kappen, te verwerken en het vlees verpakken om met eigen hand arme mensen een pakje te overhandigen en te zien hoe mensen blij zijn, die mensen gelukkig maken. En dat alles is nu een beetje weggevallen. Maar het offer is gebaseerd op de intentie en niet op andere zaken. Als de intentie er is, dan is het goed, anders is het minder goed. Dat is wat we missen dit jaar. Hè? Want elk jaar zien we een rijvorming van mensen die uit de buurten komen of mensen komen vanuit andere buurten. Behoeftig of niet, maar zodra ze er zijn, krijgen ze zeker een pakketje vlees mee. Dit jaar zien we die mensen niet, omdat die mensen weten dat er maatregelen zijn. Ze zijn ook bang voor hun eigen veiligheid, dus ze komen niet in rijen staan. En wat wij gaan doen is, we gaan proberen om zoveel als mogelijk mensen die, waarvan we weten dat ze behoeftig zijn, dat we die mensen gaan voorzien. Maar natuurlijk realiseer ik me best wel dat er toch een andere groep zal zijn die elk jaar komt en die we vandaag niet meer zien. En dat vind ik wel sneu, dat we die mensen niet kunnen voorzien. Op basis van deze lijst beginnen we te verstrekken, maar dit is niet alles. Want er is ook een deel daar die straks naar de kinderhuizen gaan. Dus er zijn zeker minimaal 3 kinderhuizen proberen we elk jaar te voorzien. Jullie gaan dus zelf naar de mensen toe? Ja, we willen zoveel als mogelijk de mensen in hun huizen laten. De leden hebben we wel gevraagd om dat we ze een bericht sturen. En dan komen ze hun pakketje ophalen en dan gaan ze direct huiswaarts terug. Maar bij die andere personen, bij kinderthuizen, weeshuizen en bejaardentehuizen, daar gaan we zelf naartoe. Tegenwoordig wordt er alleen maar gedacht aan vlees. Men zegt, men belt wanneer wordt het vlees verdeeld, hoe laat moet ik komen om het vlees te halen en wordt er dit jaar geen vlees verdeeld, want we zien de moskeeën leeg. Maar dat is het niet. Vlees eet men iedere dag. Je kan zo naar de vleeswinkel en dan koop je voor een 100 gulden een kilo vlees. Maar men weet dat moslims bij het offerfeest gul uitgeven. En men verlangt een stuk van het gezegende vlees
te kunnen nuttigen. En wij hebben daar geen moeite mee. Alleen hebben wij dit jaar een beetje een probleem. Maar we moeten niet uit het oog verliezen dat offerfeest voor Abraham geen feest was. Was het een offer voor hem. Voor ons is het een feest. Maar wij moeten daaruit lering trekken en bezinnen en doordenken en onszelf zuiveren. En alles wat onzuiver is, moeten wij uit onszelf verbannen en opofferen. Hoe denk je dat het volgend jaar uit gaat zien? Als het COVID-probleem wordt opgelost, als er een vaccin wordt gevonden, dan zal de situatie gaan normaliseren. En zullen onze handelingen ook normaliseren. Anders gaan wij dit moeten aanhouden. We hopen dat er snel een oplossing komt met betrekking tot dit coronapandemie. Dat er tenminste een vaccin wordt uitgevonden waarmee toch een garantie wordt geboden dat wij op een veilige wijze bij elkaar kunnen zijn.